Gemeente Den Haag, mensen in de stad kunnen berichten over aanslagen ontvangen. Bewoners en winkelend publiek in Den Haag kunnen bij grote drukte een bericht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de NCTV, ontvangen. Zo meldt de gemeente. Dat bericht bevat een advies hoe ze kunnen handelen bij een terroristische aanslag of een andere extreme gewelddadige situatie. De melding wordt via mobiele telefoons verspreid. Het is onderdeel van de landelijke campagne Denk Vooruit. Het belangrijkste advies van de NCTV is: als er iets gebeurt, vlucht, verstop jezelf en bel 112. Het dreigingsniveau in Nederland is op 12 december 2023 verhoogd naar 4 van de in totaal 5 niveaus. En dat betekent dat er werkelijk kans op een aanslag is. In het bericht wordt onder meer geadviseerd om te vluchten bij een aanslag en ook tegen mensen om je heen te zeggen dat ze moeten vluchten. Zo wordt ook gevraagd om gewonde slachtoffers te helpen door ze weg te halen bij de plek van de aanslag, als het veilig is om ze te verplaatsen.